Op atletiekbaan Brakkestein hebben vandaag zo'n 1500 kinderen gerend voor het goede doel. Ze zamelden geld in voor de Europa Run. Een hardloopwedstrijd van Parijs naar Rotterdam waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een van de aanwezigen was Jochem van Gelder. Hij vertelt wat hij precies deed bij de Mini Europa Run. Nou, ik ben eigenlijk een beetje de... Nou ja, hoe noem je dat? De aanjager. Noem het aanjager. Dus wat ik doe is dat ik de kinderen welkom heet namens de Mini Europa Run. Dat ik vervolgens vertel dat ze 15 minuten moeten lopen, maar de meesten weten het wel, en dat ze rustig moeten beginnen. Ik introduceer Janneke. Janneke is degene die de warming-up doet. En voor de rest geef ik een soort van live verslag en probeer ik ze zo ook tijdens de race een beetje aan te moedigen. De bedoeling is natuurlijk dat ze zoveel mogelijk rondjes lopen, dat ze zichzelf overwinnen, dat ze mooie prestaties neerzetten en dat ze uiteindelijk veel geld binnenlopen voor de Europa Run, hè, die dat geld dan weer verder besteedt aan prachtige projecten. Iedere groep loopt een kwartier. Ik heb ooit in eerdere edities heb ik gezegd van nou, ik moet natuurlijk ook een soort van teken geven. Dan moet ik een rondje lopen en na een rondje was de pijp al bijna leeg. En ja, dan ziet het er slecht uit. Dan ben ik geen goed voorbeeld. Dus ik kan, of je moet dan ook gewoon een kwartier mee lopen. Ja, daar trek ik gewoon niet meer. Of je moet gewoon aan de zijkant staan en je krachten bundelen om ze op een andere manier weer verder te krijgen. En ik heb zeer wijselijk gekozen voor optie B. En we vroegen ook de kinderen wat ze ervan vonden. Leuk, maar wel vermoeiend. Leuk. Leuk. En het was een beetje zwaar. Ja. Heel erg leuk. Heel leuk. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ik heb 5 rondjes gehaald. Ja, ik vind het vooral leuk dat het naar een goed doel gaat.